In deze aflevering van de Stadswandeling wandelen Beno en ik door de meest bochtige weg van de Oosterpoort. Ja, inderdaad. De Meeuwerderweg. Ook een lange hoor. Nou, omdat die weg zo lang is en het hier allemaal zo nieuw is aan het begin, Mira, laten we dit maar even wat zitten. Voor een volgende keer. De kop van de Oosterpoort met natuurlijk het conservatorium. En daarachter de vroegere veemarkt. Hè? Ja, kan je het je voorstellen. Ja, alweer 52 jaar weg hier vandaan. Maar goed, de Meeuwerderweg. De naam, hè? Meeuwerderweg. Ja, ik dacht, is het een meeuw? Een vogel? Wat is het? Ja, meeuwen. Daar heeft het wel mee te maken. Kijk, de bochtige verloop, dat heeft alles te maken met dat het de grens was tussen de polder, de meeuwen, hier aan die kant, en de hondsrug. Aan die kant? Ja, dus als je naar het vroegere grondgebruik kijkt hier, toen er nog helemaal geen huizen stonden, daar waren de moestuinen op het hogere deel en daar waren de weilanden. Nou ja, en die naam de meeuwen, die kennen we ook natuurlijk als buurtje. Maar wij gaan het stuk in waar nog oudere bebouwing is. In 1870 bedacht de gemeente om hier deze weg aan te leggen op de rand van de polder en de rest. Nou, het eerste stukje straat was in 1874 aangelegd. Maar bedenk wel, het was toen nog eigenlijk buiten de vesting. Want de vesting werd, het feit dat de vesting weg mocht, was pas in 1874. Nou, we gaan het oudere deel van de Meeuwerderweg opzoeken. We lopen een stukje door en stoppen bij nummer 56. En dan slaat de verkoudheid toe. Kijk, Mira, dat is natuurlijk ook heel fraai. Hè? Sorry, ik moet bijna niezen. Sorry, nog even hoor. Oké, viel mee. Nou, laten we. Ja, wat zien we hier, Beno? Wat zien we? De overkant van die dijk, dat moet je zien, dat is toch fantastisch. Dan heb je, omdat die straten zo rare hoek maken met de Meeuwerderweg, krijg je dus een hele smalle punt. En daar heeft dan, die man die dat huisje gebouwd heeft in 1892, toch wel een heel fraai hoekje van gemaakt. Lijkt me wel onhandig als dat je woonkamer is. Moeilijk meubels voor vinden, denk ik. Ja, nee, een leuke kast in de hoek. Ja. Ja. Al snel stoppen Beno en ik bij nummer 61. Het is in 1901 is het gekocht door de Nederlands Hervormde Kerk, die ook in deze wijk aanwezig wilde zijn. Dus ze hebben hier dit werd dan de conciergewoning. En hierachter hebben ze een soort, buurtkerkje gebouwd. En dan gaan we eventjes ingluren. En dan hebben ze hierachter, heeft die wijkvereniging, kijk. Oh, wat leuk. Een kerkje. En meer, hè? Zie jij dat hek? Ja, daar ga je overheen, hè? Daar ga je overheen. Nou, misschien gaat hij wel vanzelf open. Hey. Eigen terrein, poort zacht sluiten. Ja, maar als je hier op bezoek wil, want ik heb er nou van iemand gekend die hier gewoond heeft. Dit is gewoon een huis nu. Echt waar? Dit, ja. Maar dat vind ik helemaal iets voor binnenste buiten. Ja. Wat enig. Nou. Zo. En daar hebben ze een nieuwe jaartal in de top gezet. Want ja, dit kerkje is dus van begin 20e eeuw. Maar dit is toch een ontzettende verrassing? Nou, echt een verrassing. Aan de Meeuwerderweg. Ontzettend leuk. Ja. Wauw. Wijkvereniging Bethlehem. Ja, en als je hier dan inwoont. Nou, ik vind het heel bijzonder. De Oosterpoort zit vol verrassingen. Er zit nog een voormalige kerk hier aan de Meeuwerderweg. We gaan het hek zacht sluiten. Heel zacht sluiten voor Wouter zijn neus. Wouter die klimt er natuurlijk wel overheen. Nou, doei Wout. Doei. Tja, zelfs mensen hun privéterrein is voor ons niet meer veilig. Hier hebben we die andere kerk. Oh ja, deze is iets minder verstopt. Deze kerk is in 1924 door baptisten gebouwd. Het baptisme is een protestants-christelijke stroming. Het pand is inmiddels omgebouwd tot verschillende appartementen. We gaan verder. Dit pand, dit is een grote winkel geweest van woninginrichting. En het heette de Komeet. Heel lang, 85 jaar, heeft daar de familie De Vries de winkel gehad. Mooi gebouwd pand. Ja, zeker. En De Vries is helaas ook op dit moment even een beetje
actueel, want onlangs overleed Dolf de Vries. Bekende pianist, componist, arrangeur, dirigent. Een van de topmuzikanten van Groningen op 65-jarige leeftijd. Oh, dat is niet zo uit. En hij is hier geboren, getogen. Want ja, de Vries die hadden niet alleen dus die winkel, de Komeet, maar ze hadden ook muzikale talenten. Hier op deze plek, en op positie op nummer 117, daar is de eerste Drijzen supermarkt begonnen. Nou zegt de naam Drijzen jou waarschijnlijk helemaal ook niks meer. Nee. Maar heel veel wat oudere Groningers die zeggen die naam nog wel wat. Drijzen was een Groningse familie, oorspronkelijk geschreven met een S, maar door een foutje van een ambtenaar is er een tak met een Z terechtgekomen. En Heijo Drijzen die begon hier in 1924 in dit pand zijn eerste kruidenierswinkel. Een zoon van hem ging daarna aan de Kerklaan, ja? Johannes Drijzen, de tweede Drijzenwinkel. En ja, Drijzen heeft heel veel supermarkten gehad. De Co-op is op veel plekken, na een paar tussenstappen, het vervolg van Drijzen. In de Kerklaan zit inderdaad ook een Co-op. Daar is een Co-op en dat is nog het vervolg van die oorspronkelijke Drijzenwinkel. Maar dit kwam er later bij, 115. Dit is dus een Drijzenwinkel geweest. We lopen door en dan wordt onze aandacht pas echt getrokken. Oh, Mirre. Oh. Kijk. Legendarische... Friet van Piet. Piet, het is Piet Agema. En Piet Agema die deed eerst iets anders. Hij werkte in de supermarkt. En er was hier op deze plek een cafetaria. In de jaren 70. Cafetaria Royal. En toen heeft Piet dat overgenomen. En daar komt die prachtige... Ja. Naam Friet van Piet vandaan. Legendarisch, echt. Ja, later heeft zijn zoon Marco het overgenomen. Goed programma. Ach, dank u. En Marco Agema, die kreeg publiciteit ook omdat hij de grootste eierbal van Groningen produceerde. Net alsof het van een struisvogel was. En een paar jaar geleden is het overgenomen door iemand anders. Maar die heeft natuurlijk de iconische naam gehouden. Zelfs minister-president Mark Rutte kon het tijdens een bezoek aan Groningen niet laten om bij Friet van Piet een eierbal te proeven. En wij geven hem groot gelijk. Wat is jouw lievelingsgefrituurde snack? Nou, ik vind de eierbal. Ja, ik vind de eierbal ook heerlijk. Ja. We eindigen onze wandeling bij de Quintlaan. Mirre. Beno. Aan het eind van de Wemerdeweg hebben we hier natuurlijk een enorm stuk wat nog niet zo oud is. Nee, dat is duidelijk. Ja. Met de Quintlaan en die naam Quint die verwijst naar het grote fabriekscomplex wat hier geweest is. Dat Quint was een dekkledenfabriek, die maakte dekkleden. En die zaten hier vanaf 1956, maar al aan het eind van de 19e eeuw was hier een fabriek gekomen. En dat was van Reinier Muller. En dat was een breierij, daar breiden ze allerlei goederen. Nou, in 1956 was het over en toen is het dus aan Quint verkocht. En toen het ook met Quint gebeurd was, is dit er dus voor in de plaats gekomen. Met een straatnaam die er nog naar verwijst. Nou, voor nummer 164. Wat een schattig klein bankje. Leuk, past precies. Lekker klus. Nou, volgende week hè? Ja, jij hebt weer een idee, vertel. Ik heb weer een reactie gekregen van iemand die was geboren aan de Nieuwe Boteringenstraat. Want de vader die werkte daar bij de gemeentekwekerij. Ja. Je hebt daar in dat stuk enorm groot groen gebied tussen bebouwing in, wat veel mensen ook niet kennen. Dus ik dacht, volgende week Nieuwe Boteringenstraat en omgeving, dat laatste stukje tussen Violenstraat en Noorderbinnensingel. Nou, volgens mij kan jij daar heel veel vertellen. Daar kan ik heel veel over. Leuk. Nou, gaan we doen.